Beste YouTubers, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben blij dat jullie naar deze video kijken. Mijn excuses eerst en vooral dat ik de afgelopen dagen geen video meer heb kunnen uploaden. Ik heb het even druk gehad met van allerhande dingen die niet met Amazon te maken hebben. Ik heb ook een vaste job, dus om dan tijd vrij te maken om video's te maken is soms niet zo gemakkelijk. Maar ik ben nu wel van plan de komende weken weer wat focus te leggen op deze video's en jullie dingen bij te brengen die jullie al dan niet al weten. En zeker voor de beginners onder jullie wil ik jullie mee op stap helpen. Ook nog een mededeling. We hebben een Facebookgroep, zoals je kan zien in de beschrijving van deze video. Je hoeft enkel op de link te klikken. Ondertussen een dikke 10 personen, een tiental personen in de groep. En we hopen deze te mogen uitbreiden naar een sterke community. Er zijn ook niet veel Belgen en Nederlanders, naar mijn weten, die bezig zijn met Amazon. Dus moest je geïnteresseerd zijn in dit businessmodel, in dit verdienmodel. Amazon FBA is echt een super interessante manier om voor jezelf een passieve inkomstenstroom te gaan genereren. Nu, deze video, in deze video, het zal een korte video zijn, wil ik jullie graag tonen hoe je kan nagaan of een product gepatenteerd is, of tenminste de eerste stappen zetten naar het nagaan hiervan. Ik ga jullie twee mogelijkheden tonen, en er zijn zeker vast nog andere mogelijkheden om een gepatenteerd product te detecteren. Dus ik neem jullie dan graag mee nu in mijn scherm. Goed. Het eerste dat we gaan doen is naar Jungle Scout gaan. Dus we gaan naar de website van Jungle Scout. Ik heb hem hier openstaan. En wat we gaan doen is, zoals getoond in een van mijn vorige video's, we gaan een product zoeken met gegeven criteria. Dus laten we nu gaan kijken naar, en ik ga niet alles aanduiden, maar laten we kijken naar de Home and Kitchen. Ik ga die twee voor de Amerikaanse markt doen. Ik weet dat mijn afgelopen video's ook vooral op de Amerikaanse markt gefocust zijn. Ik plan nog video's te maken waarin ik ook toon hoe je het proces kan herhalen voor de Europese markten, zoals Frankrijk, Engeland, enzovoort, enzovoort. Dus, we kijken naar Home and Kitchen, Home Improvement, Industrial and Scientific, Tools and Home Improvement. En dat zal het zijn. Misschien kitchen en dining ook. Ik wil 200 resultaten zien. Dus wat we hier willen gaan zoeken is eigenlijk, ik wil heel specifiek een product vinden waar ik zelf zou twijfelen of het al dan niet gepatenteerd is. Ik zeg nog niet dat we er één gaan vinden, maar dat is toch de bedoeling. Dus we zullen hier een criteria pakken van een minimumprijs van $20. Maximumprijs van 35. Dus dat is zowat in de in de range in welke dat we een product willen vinden. Maximum reviews gaan we op zich openlaten. Minimum sales 300. We gaan niet heel veel criteria aanduiden. Dus dan gaan we op search klikken. En dan ga ik gewoon scrollen tot als ik een product vind dat ik persoonlijk, waarvan ik persoonlijk denk dat het gepatenteerd zou kunnen zijn. Ik ga heel snel overgaan. Lampen, het zijn al geen producten. Eventueel hier Fluid Master lijkt dit heel specifiek. Toilet Fill Valve. Wat ik dan eigenlijk doe is, als je al op de, eigenlijk kan je gaan kijken naar de bullet points, naar de beschrijving van het product. En meestal gaat een producent, of tenminste een onbekende producent, wel vermelden wanneer hij of zij een product heeft dat mogelijk gepatenteerd is of in de afwachting zit van een patent. Dus dan ga ik even zoeken naar patent. Dat toont geen resultaat. Nu, ja, laten we gewoon even verder zoeken. Dus ik kan hier ook nog niet bevestigen of het product gepatenteerd is.
Maar in elk geval Ctrl F, dus zoeken op een pagina naar patent kan al heel veel doen. Dyson, ik denk dat het een bekend merk is. Dat ook in dat hier een patent op zit, maar dan weer de beschrijving kan beperkt zijn. Goed, ik ga nog even verder. We zoeken eigenlijk naar een product dat eigenlijk wel wat uniek lijkt. Ik ga niet garanderen dat we dergelijk product gaan vinden. Maar ik gebruik dit, of de methode die ik zo dadelijk ga tonen, is wat ik gebruik wanneer ik wil nagaan of een product gepatenteerd is. Een shower filter. Misschien kunnen we eens kijken. Ik probeer Ctrl F patent. Nee, no resultaten. Handdoeken, zeker en vast niet. Nu goed, als ik het niet vind, heb ik hier twee pagina's klaarstaan waarin dit wel duidelijk getoond wordt. Nee. Nu goed. Wat we gaan doen is, stel je hebt een product en je hebt een naam, je hebt een beschrijving van het product bijstaan. Wat je gaat doen is, je gaat naar uspto.gov/patent. Dit is de URL. En dan kan je eigenlijk op basis van de zoektermen gaan kijken of hier een patent voor te vinden is. En dit ga je dan gewoon hier op zoeken. Laten we nu zeggen, is een product dat ik geregeld op Jingle Scout zeg, maar dat noemt een full face snorkeling mask. Dan kan je hier eigenlijk gaan kijken of dit product al dan niet gepatenteerd is. Dit is een eerste aanwijzing. Het wil niet zeggen dat wanneer je resultaten hier tussen staat, dat het wil zeggen dat wanneer je product hier niet tussen staat, dat het product niet gepatenteerd is. En daarom is er een tweede mogelijkheid ook, en dat is het volgende. Dat is dat je naar Fiverr gaat. En Fiverr, zoals ik heb uitgelegd in mijn eerste video's, Fiverr is eigenlijk een grote freelance marketplace waar je mensen kan inhuren, vrij goedkoop, om bepaalde zaken voor jou te laten doen. Het gaat van designs tot schrijven, tot video's, animaties, tot muziek, programmeren, programma's schrijven, enzovoort, enzovoort. Nu, wij zijn geïnteresseerd in patent, dus we gaan eerst eens kijken naar patent. Nu, je hebt hier natuurlijk ook freelancers tussen staan die een patent gaan aanvragen voor jou. Dat is niet wat we willen. We zoeken iemand die een patent research of een patent search gaat doen om na te gaan of een patent of dat een product al dan niet gepatenteerd is. Dus je hebt volgens mij. Je vindt er voldoende, je vindt hier zeker vast voldoende freelancers die doen wat je wil. Dus je wilt een patent search en niet een patent filing. Dus
Ik denk dat je hiervoor best eens een paar freelancers vergelijkt met elkaar, kijken wat ze vragen. Of we kunnen zelfs gaan doen patent Amazon. Amazon. Deze bijvoorbeeld, voilà. Rehan 87. Hij gaat voor jou, zoals ik zei, dus in USPTO, gaat gaan nagaan of het product in een patent database zich bevindt of niet. Dus dit zijn nu de twee methodes die ik wou tonen aan jullie. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je, wanneer je een product gaat kiezen in jouw product research onderzoek, dat je product gaat kiezen dat niet gepatenteerd is. Moest je een product gaan verkopen dat gepatenteerd is, kan het jou heel wat problemen opleveren. Zo, ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video. Het is alweer een stap in het vinden van een goed product, een winstgevend product. Moest je nog vragen hebben, kan je ze gerust stellen in de commentaar hieronder. Ik tracht dagelijks de notificaties na te gaan en hier en daar antwoorden indien mogelijk. Je kan ook lid worden van onze Facebookgroep. De link naar de groep vind je in de beschrijving hieronder. Moest je mijn video's interessant vinden, mag je zeker en vast jezelf abonneren. Dit doe je hieronder door op het knopje abonneren te klikken. En dan zie ik jullie graag terug in mijn volgende video's.